En waar eindigt zijn staart? In het midden? Nee, in het midden, zegt de jongen hier. Eigenlijk heeft een slang maar een heel klein staartje. Kijk, dit is zijn staartje. Hier zit een heel klein gaatje. Dat is eigenlijk zijn poepgaatje. Wat is deze, deze dikke? Wat is dit voor een slang? Dat weet ik niet. Het staat hier, kijk. Nou? Oh, dat is ook een wurgslang. Kijk, ik zie hem kijken met die kop. Maar kijk nou even. Dus... die mensen? Nou, normaal niet. Maar ik denk, als hij honger heeft, kan hij jou wel wurgen. Hij is echt heel dik, want dan gaat hij om je heen en dan gaat hij heel strak trekken. Dat je niet meer kan ademen. Hij is gevaarlijk. Volgens spinnen, dan moeten we even iets van voren over vertellen. Volgens spinnen horen heel erg goed. Ze hebben geen oren. Maar ze horen wel heel goed. Hoe kunnen ze nou horen? Ik ga het even vertellen. Ze horen met de haartjes op hun poten. Nou, dat is bijzonder. Maar jouw schapen zitten ook haartjes. Met de haar op hun poten. Wij hebben ook haartjes in onze oren. Maar hun horen echt met de haartjes op hun poten. Nou horen ze wel zo'n 200 keer beter dan wij. Dus al het lawaai wat wij maken, daar schrikken ze van. En dat willen we niet. Dus ik wil dat jullie heel stil en rustig zijn. Wat ze... Nou, kijk eens even. Het is toch een stoere man in ons midden. Ja. Stoere jongens uit Vathorst, hè? Hij dien, dat valt mee, hè? Dat is best leuk. Ja, ja. Ja. Weet je wel, hè? Nee, joh. Toch maar wel doen. Leuk, hoor. Zo meteen even je handen wassen, hè? We hebben in het museum een toilet. Ja. Daar komt ze dan, die is mee, hoor. Lukken, hoor. Moeders durft dat wel. Maar ja, ik ben altijd degene thuis die de spinnen weg moet halen. Dat... Ja, dat doet Jurgen ook niet, hè? Met een bekertje, hè? Ja, ja. Ik durf dat, vanaf nu zal ik dat gaan doen, ja. Kijk, het zijn toch nog ontboezemingen hier. Ja. Een bekertje en een kartonnetje eronder, dan schuif je hem er zo in. Maar de rest van de familie gaat staan gillen, hoor. Moeders, die moet dan de boel... Ja. Ik durf het gewoon met het bloot kriebelt handen. Inderdaad. Je voelt echt die haartjes. Alleen, ik heb één keer zo'n kruisje. Mag ik u hartelijk danken voor de geweldige uitleg? Graag gedaan, het was erg leuk. Vandaag bij de Koele Knuffels. De Koele Knuffels van Dierenpark Amersfoort. Mooi, dankjewel. Ja. Tot ziens. Nee.
Nou mannen, vertel eens even, wie is hier de held vandaag? Ja, is hij de held vandaag? Nee. Waarom is hij de held vandaag? Omdat hij te spinnen, dat was het oude. Ja, toch wel hè? Hey, en je moeder dan? Ook. Oké. Maar die staat nu lekker niet. Nee. En wie heeft de slang vastgehouden? Jij? Ja. Ja, hè?